Hi allemaal, welkom bij weer een video. En jawel, weer een video, want ik heb besloten om echt eventjes door te gaan zitten met de video's. Dus komen er hopelijk een heleboel aan. Iedere dag ga ik niet beloven, maar zeker een paar keer in de week. En ik wil ook erbij zeggen dat het niet van die hele gestyleerde video's zijn. Ook wel een beetje spontaan, zo dacht ik nu opeens van, weet je, ik moet weer eens een keer beauty favorieten gaan filmen. En mijn haar zat niet, want ik heb net in de regen gelopen met de nieuwe hond Sir Edward. En toen dacht ik, ja, wat maakt het ook eigenlijk uit? Ik kan toch gewoon mijn favorieten met jullie delen. Dus dat ga ik even doen. Favorieten van de afgelopen maand of afgelopen weken. En ik ga er gewoon even snel doorheen. Producten die ik echt heel fijn vind en vond in de afgelopen tijd. En begin ik met deze. Dat is de van Nuxe, de Huile Prodigieuse Riche. En dit is een lichaamsolie. Een olie voor je lichaam, gezicht en je haar. En er zitten echt alleen maar plantaardige olie in. Het is een heel fijn product dat heel snel in je huid, door je huid wordt opgenomen. En de Riche versie, dus deze, de rijkere variant, is net wat meer voedend dan de andere variant. Ik ben ook fan van degene met de kleine gouden spikkeltjes erin. Maar deze, die is wat minder opvallend, maar wel heel erg fijn. En hij zit alleen, dat vind ik een beetje jammer, in een spuitflaconnetje. Ik vind het niet per se jammer, maar je moet behoorlijk wat sprayen, zeg maar, om een goede hoeveelheid voor je lichaam te krijgen. Maar aan de andere kant is hij wel weer makkelijk te doseren voor je gezicht of je haar. De producten van Nuxe koop je bij Issy Paris XL. Dat is goed om te weten. Verder is deze op. Dat is de Vitamin 24 van Indeed Labs. Dat is eigenlijk een serum met inderdaad 32% vitamine C en 2% hyaluronzuur. En dat is echt een heel fijn serum wat ik heel regelmatig gebruik. Ik gebruik het dan weer op en dan stop ik weer een tijdje, gebruik ik het daarna weer. Heel erg fijn, en zeker als je last hebt of snel last hebt van pigmentvlekken, is dit een hele mooie ondersteuning. Ik wil niet zeggen dat ze ervan weggaan, maar je kan inderdaad, het helpt wel om het te voorkomen en het te verminderen. Dus van Indeed. En Indeed koop je bij Douglas. Ook bij Douglas koop je deze. En ik ga ze even uitpakken, want dit zijn de Restoring Night Eye Gels van Petrology. En Petrology is een nieuw merk bij Douglas. Als je bij Sephora wel eens shopte, dan kende je ze misschien al. Het zijn oogmaskertjes. En als ik ze van dichtbij laat zien, dan weet je misschien wat ik bedoel. Gel oogmaskertjes. Ze zien er een beetje viezig uit. Ze zijn van die jelly maskertjes die je dus onder je oog aanbrengt. En het is wel handig, want hier zitten dus 30 paar in dit potje. In tegenstelling tot meestal koop je natuurlijk zo'n oogmaskertje, zo'n sheet mask of zo'n patch mask, zoals dit het is, zeg maar. Dan koop je meestal per stuk of per twee stuks bijvoorbeeld. Maar hier zitten gewoon 30 paar in. En dat is natuurlijk veel voordeliger. En als je inderdaad fan bent van oogmaskertjes, zoals deze, is dat gewoon heel erg lekker. Dit zijn de Restoring Night Eye Gels. Het is niet zo dat je ze de hele nacht op je ogen laat liggen of onder je ogen laat zitten. Ze hoeven maar 5 minuten op je huid te liggen en dan zie je al effect. Er zit hier ook retinol in en deze is heel fijn. Maar die voor de ochtend zijn ook super fijn. Ik vind ze eigenlijk allebei heel fijn. En Petrology koop je dus exclusief in Nederland bij Douglas. En als we het nou over oogcremes, oogproducten hebben, dan is dit ook wel een van mijn nieuwe ontdekkingen. Dat is de Magic Eye Rescue. De Magic Eye Rescue is van Charlotte Tilbury. Het is een oogcreme en hij is gewoon heel erg goed. Ik kan er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Hij voedt de huid onder mijn ogen heel goed. Maakt het niet heel erg vettig of zo. Dus in combinatie met make-up gaat het prima. Je hoeft er weinig van te gebruiken. Hij is niet heel goedkoop, vind ik. Maar hij is wel heel goed. En qua ingrediënten, ik kan zo niet even vertellen wat er allemaal in zit. Maar het is wel oké. Wat heel belangrijk is, is dat je het lekker inklopt. En het vooral aanbrengt op de harde delen rond je oog. Een oogcreme. Dus de Magic Eye Rescue is voor mij zeker een favoriet. En hij is dan ook al bijna... Wacht. Hij is ook bijna op. Zoals je kan zien. Gaan we door naar mijn favorieten. Nagellak van de afgelopen tijd. En dat is deze. Dat is de All Your Dreams in Vending Machines van OPI. Ik heb hem nu niet op, want ik ben vanochtend net naar mijn nagelstyliste geweest. En dan heeft ze hem eraf gehaald. Maar deze had ik het liefst weer erop gedaan. Hij is zo leuk. Roze met een beetje shimmer. En hij is van de OPI Tokyo collectie. En dan gaan we over naar een beetje meer make-up. Want nagellak is ook wel make-up. Deze primer is van Givenchy. Het is de Prisma Primer. Hij heeft een beetje een oranjeachtige
kleur abrikoos om precies te zijn. Het is een primer, dus die gebruik je onder je make-up. En er zit dus een tintje in, maar dat zie je eigenlijk niet meer. Dat gaat eigenlijk wel weg, dat lost als het ware op. Maar het corrigeert de tint wel een klein beetje. En dat betekent dat vooral als je een beetje vaal look hebt of juist wat pigmentvlekken, vind ik dat deze het erg goed doet daarbij. En wat ook heel fijn is, is dat er een SPF 20 in zit. En dat betekent dat je ook nog een extra bescherming tegen de zon hebt. Wat natuurlijk prettig is als je toch buiten bent. Er zijn trouwens ook varianten in geel en groen en blauw volgens mij. En ook een transparante, dus zeg maar een kleurloze. Ook allemaal met een SPF 20. Dus dat is wel heel mooi. Van Givenchy dus. Ja, dit is een van mijn favoriete lipglosses van dit moment. Van NARS heeft nieuwe lipglosses. En dit is de Relentless. Het is een hele mooie, ja, wat bij, een beetje lijkt een beetje op Orgasm. Het is niet, hij is goud. Ik ga hem wat dichterbij laten zien. Je kunt hem even van dichtbij. Het is een hele mooie shimmer. En het leuke aan deze lipgloss is dat je hem ook kunt aanbrengen op je ogen of op je wangen als highlighter. En ik vind het echt een hele mooie kleur. Relentless is dit. Nou, over oog gesproken. Moet ik natuurlijk even mijn favoriete eyeliner met jullie delen. Ik heb hem al vaak gedeeld, tenminste regelmatig gedeeld op Insta Stories en Instagram. Het is de nieuwe, want hij is toch best nog wel vrij nieuw. Roller Liner van Benefit. En Benefit had al de Roller Lash, dat is de mascara. Maar nu is ook de Roller Liner. En hij is er in het zwart en in het bruin. Het is een eyeliner pen. En dan gaat de zon heel erg schijnen. Het is een eyeliner pen. En ja, hij is gewoon pikzwart. Heel mooi mat. En hij brengt echt heel precies aan. Hij is wel vrij snel droog. Dus je moet heel snel werken. Want anders is hij lastig te corrigeren. Maar als je eenmaal de slag te pakken hebt van een eyeliner. Dan zet je hem natuurlijk zo neer. En dan is deze wel heel erg fijn. Blijft de hele dag zitten. Gaat niet vlekken of wat dan ook. En s'avonds moet ik hem eraf halen. Want het zit nog perfect. Dus aanrader. De roller liner van Benefit. En je koopt hem bij Douglas, want daar koop je alle producten van Benefit. De zon gaat steeds feller schijnen, dat wil je altijd zien, hè? Waarom is dat nou? En dan denk ik van, nou ga ik lekker voor het raam staan. Ik wacht even tot de zon weer, denk ik. Nou, ik sta nu al half in de schaduw, maar dan kunnen jullie vast nog wel even zien. Ik heb namelijk nog twee productjes die ik wil laten zien en dan nog wat parfumetjes. Dit is mijn favoriete lip liner en dit is de kleur Super Size Me van Charlotte Tilbury. En het is een lip cheat, zo heet dat, de lip liner van Charlotte Tilbury. En het is deze kleur. Hij is heel mooi. Ik gebruik hem heel vaak. En dan doe ik hem eigenlijk gewoon combineren met bijvoorbeeld deze lipgloss. En dat is de Collagen Lip Bath. En die is ook van Charlotte Tilbury. En die zijn beide eigenlijk heel fijn. Ik heb er al eentje opgemaakt. Van beide eigenlijk. En deze is ook alweer bijna op. Dus dit is mijn favoriete lipcombinatie denk ik van de laatste tijd. En ik gebruik hem ook wel eens in combinatie met een gekleurde lipstick natuurlijk. Maar dit is echt heel fijn. En de Collagen Lip Bath die geeft ook een mooie volle lip zeg maar. Wat ik ook nog wil delen zijn twee van mijn favoriete parfums. Deze die heb ik echt heel vaak gedragen. Dat is de Jo Malone Cologne Intense in Jasmine, Sambac en Marigold. Het is een best wel een intense geur. Maar als ik deze draag krijg ik echt zoveel complimentjes. Dit is trouwens de kleine versie. Er is ook een grotere flacon. En hij is erg lekker. Met inderdaad jasmijn. Maar toch een beetje op een andere manier jasmijn. Ik vind hem gewoon heel fijn dragen. Dus dit is de afgelopen tijd zeker een van mijn favorieten geweest. De Jasmine Sambac en Marigold van Jo Malone. En dan deze. Ik weet niet of jullie het merk kennen, maar het merk heet Glossier. En Glossier is een Amerikaans cosmetica merk. En het wordt niet in Nederland verkocht. Het wordt ook niet naar Nederland verstuurd. En het is best wel lastig om eraan te komen. Maar via kende ik iemand die de producten in Engeland koopt en ze verstuurt. Dus ik heb onder andere deze parfum besteld bij haar en ook nog wat skincare. Daar wil ik zeker binnenkort ook nog wat meer over vertellen. De Glossier parfum heet, hoe heet die ook aan? Hij heeft een naam, de Glossier You. En ze hebben dus maar één parfum. Ik heb hem vorig jaar een keer een sample van gekregen en toen vond ik hem al heerlijk. Maar ik dacht, ja, waar moet ik hem nou kopen? Ik heb al zoveel parfums. Maar toch besloten om hem te bestellen. En je kan hem nog het meest vergelijken met de Eccentric Molecules geuren. Daar lijkt hij het meeste op. Ik weet niet of het precies dezelfde ingrediënten zijn, maar daar doet hij me enorm aan denken. En ik draag deze heel graag. Ik doe hem ook heel vaak op als ik ga sporten. Heel even, één of twee keer. Het is een lichte geur, maar aan de andere kant gewoon heel lekker. En iedereen die langs komt of langs je loopt, die denkt, oké, wat ruik je lekker. Tenminste, dat heb ik als ik deze geur ruik. En veel complimentjes ook over.
Dus helaas niet in Nederland te komen, maar ben je in New York, dan hebben ze een hele leuke Glossier showroom. En in Engeland kun je het wel gewoon bestellen. Dus dat is wel leuk als je daar misschien iemand kent. En ik hoop dat het snel naar Nederland komt, want nou, dan kunnen wij het natuurlijk ook allemaal kopen. Dat is wel eens leuk, maar het is zeker mijn favoriete parfum van de afgelopen tijd. Nou, dit was... ja, een video met mijn beauty favorieten van de afgelopen maand. Laat het me zeker weten hoe je zo'n video vindt. Wat wil je nog meer weten van de beauty producten? Wat wil je misschien wel zien in een video? Ik zou het hartstikke leuk vinden als je dat mij wil laten weten. Kan ik er rekening mee houden? En zoals ik zei, ga niet zeggen van, goh, ik was te licht of te donker. Dat klopt, maar als je gewoon naar mijn verhaal luistert, denk ik dat je best wel een idee hebt gekregen van de producten. En ik ga ook nog in de beschrijving de linkjes neerzetten, zodat je kan weten waar je ze kan kopen. Helaas dus niet de Glossier parfum, maar ik zal nog wel een linkje naar hun webshop erbij zetten, zodat je even kan kijken wat ze nog meer voor producten hebben. Nou, dat was het voor vandaag. Dankjewel voor het kijken en dan hoop ik jullie heel snel weer te zien bij nog een video. Tot snel. Dag!